Deelnemers, start vrij. De vijfde koers, dames en heren, is de pensionstal Nienhuis Bedenprijs. 9 paarden gaan zich opstellen achter de startauto. Wedders hebben als favoriet gekozen voor paard nummer 8, Canisarus Boko John de Leeuw. De quote is €3,50. De auto is op ruim 100 meter van het startpunt. Start gevallen. Broer van Bremen doet het een keer rustig aan van start af. Dat geldt niet voor Diola P. Die heeft er zin in en die neemt de leiding met Jopol. Aan de buitenzijde daarnaast CG, die gaat inparkeren en Minima is al aan het kijken. Aan de binnenkant erachter ligt Sereste en die laat precies een mooi gaatje waar Minima tussen kan. En zo gaan de paarden de eerste bocht in. Leiding in handen van Diola P. Aan de buitenzijde komt nu Dutch buiten, zorgt met grote stappen naar voren. Daarachter ligt CG, dan Sereste en de vijfde plaats is voor Emma Buitenzorg. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde met weer een nieuwe leider. Want die nieuwe leider heet Dutch Buitenzorg. En die heeft de leiding overgenomen. Pakt 2-3 lengte voorsprong gelijk. Daarachter Diola P. Daarachter op plaats 3 Zigi, dan Sereste. Daarachter op plaats 5 is het Emma Buitenzorg. 6e aan de buitenkant Budweiser DF. 7e aan de relingzijde Broer van Bremen. 8e in het tweede spoor Canisarus Boko. En 9e en laatste is de nummer 9 Daisy Single. Nu gaat vooraan het tempo ineens naar beneden en schuift het veld straks ook weer in elkaar. Dutch Buitenzorg, daarachter Diola P. Dan CG en één deelnemer gaat aan de buitenkant nu naar voren. Dat is Budweiser DF. Budweiser DF die hier destijds kwalificeerde en ook zijn eerste koers liep. Daarna nooit meer in Groningen was, maar vandaag wel bij de kanspaarden hoort. Die komt aan de buitenzijde nu naar voren. Maar Dutch Buitenzorg pakt gelijk weer anderhalve lengte voorsprong. Schalten und walten, kan Stefan Schoonhoven. Dat zeggen onze Duitsers altijd zo mooi. Hij kan zelf het tempo bepalen en dat doet hij ook. Hij gaat harder als het nodig is en hij heeft nu weer een lengte voorsprong. En de staart van het veld de galoppaarden van Emma Buitenzorg. Emma Buitenzorg springt weg. Galop nummer 5. Paarden voor de tribune. En het is Dutch Buitenzorg die nog altijd makkelijk leidt. Daarachter op plaats 2 Diola P. Derde aan de buitenkant Budweiser DF. Vierde aan de relingzijde CG. Vijfde aan de buitenkant Canisarus Boko. Zesde aan de relingzijde Sereste. Zevende aan de buitenkant daarnaast Daisy Single. En achtste in het tweede spoor is Broer van Bremen. Zo gaan de paarden de rechterbocht in. Tempo is weer naar beneden gegaan. Het is een beetje een yo-yo koers met Dutch Buitenzorg vooraan. Dutch Buitenzorg, daarachter aan de buitenkant is het Budweiser DF. Achter Budweiser DF gaat de favoriet mee naar voren, Canisarus Boko. En daarachter volgt dan weer de tweede favoriet, Daisy Single. Ebbingen doet niks anders dan over de schouder kijken, ook al heeft hij maar 2 paarden achter zich. Hij wil niet verrast worden. En dat wil John de Leeuw ook niet, die gaat nu in de aanval. Driedik komt daar de aanval van Canisarus Boko en zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Nu gaat Schoonhoven voluit, maar gooit Dutch Buitenzorg er even een shuffle uit. Blijft wel aan kop, Dutch Buitenzorg, maar aan de buitenkant wordt de druk opgevoerd. Driedik aan de buitenkant, Canisarus Boko, tweede spoor is voor Budweiser DF. Maar Canisarus Boko neemt de leiding nu over. Canisarus Boko, de nieuwe leider, gaat als eerste de bocht in. En gaat gelijk wat afstand nemen. Pakt 2-3 lengte voorsprong. Laatste keer sprong die op dit punt. En inmiddels is hij halverwege de laatste bocht. En ziet het er gezond uit voor Canisarus Boko. Tweede plaats voor Dutch Buitenzorg. Daarachter op plaats 3 Budweiser DF. En de vierde plek aan de buitenkant is voor de opkomende Daisy Single. Paarden zijn in de laatste rechte lijn. En wie de vorige keer goed had opgelet, had Canisarus Boko vandaag voorop staan op de tickets. Hij was niet voor niets favoriet. Daar komt hij aan met John de Leeuw, Johnny de Lion. Canisarus Boko wint hier makkelijk. Canisarus Boko, Budweiser DF tweede. Derde plaats voor Dutch Buitenzorg en vierde Sereste. Daar is hij al, dames en heren, de winnaar van de vijfde koers, de pensionstal Nienhuis Bedenprijs. Dat is geworden de 8 Canisarus Boko. Paard is in bezit van Hans Baptist, wordt ook door hem getraind. Rijden doet hij helaas niet meer, maar daar hebben we John de Leeuw voor. Die wint hier in 1-17-4. En dat doet John de Leeuw heel goed. Dat kan hij met Kaan Oldersol, maar dat kan hij ook met deze Canisarus Boko. En dan wordt John de Leeuw momenteel verrast op allemaal mooie ereprijzen. En ook namens... Meneer Nienhuis van de pensionstal in Bedum, waar u uw paard op rust kunt zetten. John, het was een heerlijk ritje achter deze Canisarus Boko. Wat heeft dat paard? Een macht op het laatst.
Ja, het paard heeft natuurlijk verschillende hele goede koersen vol van gaan gelopen. Maar ja, dan kom je ook natuurlijk wat betere paarden tegen. En steeds maar in de 15 lopen en niet kunnen winnen, ja, dat is heel frustrerend natuurlijk. Maar het is vandaag gelukt en prima. Het paard is een beetje onrustig, dus dan gaan we hem vragen voor straks. Want Fidelity Rhythm ga je rijden. Als Mary dit jaar natuurlijk fantastisch alweer gelopen, ook vorig jaar. Wat verwacht je vandaag? Nou, ik verwacht het beste ervan. Ik heb gehoord dat de trainer hem hier door de week heeft getraind. En geen problemen met de hoeken, dus ik hoop dat het 100% lukt. 100%, dan gaan we dat zo meteen zien. Gaan we eerst een groot applaus laten horen voor de trots van Hans Baptist. Deze Canizares Boco, samen met John de Leeuw hier, rijden ze in de pensionstal Nienhuis Bedenprijs. En die winnen ze. Dus laat u een groot applaus horen voor deze winnaars, Canizares Boco en John de Leeuw. En dan komt hij aan, dames en heren, geef een applaus, John de Leeuw. Uitslag is officieel, dames en heren. De koers werd gewonnen door de 8, Canizares Boco en John de Leeuw in 1.17.4. Tweede aankomende was de 3, Budweiser DF. Derde werd de 7, Dutch Buitenzorg. Vierde was de 2, CRS. En vijfde de 9, Daisy Single. 8-3-7-2-9 is officieel. Gaan verder met de 6e koers, dames en heren. De Artilensprijs. Daarin 7 paarden aan de start. Rijder van de nummer 7, Josje E. is Jopol. De 6e koers, de 7 met Jopol. En trainer van de nummer 2, Paycheck, is Arnold Mollema. Dan nogmaals een verzoek aan de eigenaren van alle deelnemers aan de sweepstakeskoersen van vandaag. Start over 12 minuten. De Troost sweepstakes, de Merrie sweepstakes of de Open sweepstakes. Nee, de Hengsten sweepstakes moeten we wel zeggen, want daar mag geen Merrie in. Als u daar een paard in heeft lopen, dan ligt er voor u in de sociëteit een prachtig ingelijste foto van uw paard klaar. De helft daarvan is inmiddels opgehaald, maar de helft ligt er ook nog. Dus mocht u uw lijst nog niet hebben opgehaald, dan bent u van harte uitgenodigd in de sociëteit. De uitbetalingen, dames en heren, die zijn voor 8 winnend €2,80. 8 plaats €1,40. 3 plaats €2 en 7 plaats €2,40. Duo 8-3 €9,40. Trio 8-3-7 €74,50.